Het blauwtongvirus heeft de afgelopen jaren veel schade aangericht. Vooral onder schapen en runderen. Vanwege het virus kon er vorig jaar geen veemarkt plaatsvinden tijdens de Leste Mert en Druten. Dit jaar zijn er strikte voorzorgsmaatregelen genomen, waardoor de koeien weer helemaal welkom zijn. Bezoekers zijn dan ook erg enthousiast dat de Leste Mert dit jaar weer een volle glorie kan plaatsvinden. Het blauwtongvirus leeft nog steeds onder de dieren. Maar dit jaar zijn de dieren uit voorzorg behandeld tegen dit virus. Hierdoor kan de Leste Mert in Druten gehouden worden zoals voorheen. De keurmeesters van de dieren zien dat de voorzorgsmaatregelen goed genomen worden door de boeren uit de omgeving. Ja, dat blijft natuurlijk een zorgwekkend iets waar ze heel alert in moeten zijn. En dit zijn wel plekken waar je gewoon heel goed op moet letten. Maar de mesters en de boeren zelf zijn daar heel bewust mee bezig en kennen elkaar ook. En maken elkaar daar ook van bewust dat ze heel scherp moeten zijn bij elkaar. Maar ja, risico is er altijd. Op de Leste Mert loopt ook een dierenarts rond die het vee goed controleert. Ze zijn gecontroleerd voor mooi door een dierenarts. Oh, okay. Ja. Dus een dierenarts loopt hier ook nog rond. Ja. Dus nee, daar is wel controle. Ja. Ja. Geert-Jan, een boer die met zijn vee op de Leste Mert staat, is zich ook bewust van de problemen en risico's die het virus met zich meebrengt. Daarom behandelt hij zijn koeien al preventief. Ja, de blauwtong heeft hier in de buurt al heel erg huisgehouden. Dus het is gewoon preventief behandelen voor de murk eigenlijk, dat je weinig vliegen of geen vliegen erbij hebt. Dan is de kans op besmetting eigenlijk het kleinste. Zijn zoontje Teun vindt het ook leuk dat de koeien dit jaar weer aanwezig zijn bij de Leste Mert. Hij zorgt er dan ook voor dat ze er netjes bij staan. Ja, wel leuk. Ja, en wat heb jij er ook aan bijgeholpen, meegeholpen? Ja, dat ze mooi worden. En wat heb je dan gedaan? Gekamd, gepoetst. Ondanks het blauwtongvirus wordt de Leste Mert dit jaar gevierd zoals voorheen. Voor jongeren uit de omgeving is het een groot feest en dat moet gevierd worden. Ja, geweldig. Het is een geweldig feest, elk jaar opnieuw. En wat is hier te doen? Nou, een hoop. Je kunt koeien kijken, koeien kopen, koeien gokken. Heerlijk. Deze jongens gaan tijdens het dorpsfeest door tot in de late uurtjes. Ja, we gaan tot vanavond zuipen, ja. Even, het gaat door tot 2, hè. Dus dan gaan we door tot 2. Helaas kan niet iedereen zomaar de Leste Mert bezoeken. Vooral ouderen hebben soms moeite om de drukke markt te bereiken. Om hen toch van de feestelijke sfeer te laten meegenieten, rijdt het bekende orgel langs de huizen van de ouderen. Zodat zij vanuit hun woonkamer kunnen genieten van het gezellige sfeertje. Tijdens de Leste Mert ging Harm langs de straten met zijn orgel om mensen waarvoor het niet toegankelijk is, ook van zijn muziek te laten genieten. Ja, dat de organisatie had dat bedacht. Die had dat gevraagd aan ons, ja. Normaal moet je wel eens, je moet eens een keer wat boteren, wijn bij de boter doen. En, ja, en dan vroeg ze ons, ja, waarom niet, is voor ons een kleine moeite. Ja, ik rijd dat eigenlijk met de ondermotor, dan rijd ik daar gewoon even een blokje om. Dat doe ik daar gewoon eventjes, weet je. Ja, wij doen het wel eens vaker. We naar de oude verdagenhuizen waar we zitten dan, dat doen we wel eens vaker. Naast het orgel was er vandaag ook verdrietig nieuws voor de vaste bezoekers van Theo. Dit jaar is namelijk de laatste keer dat hij de bezoekers rondrijdt in zijn treintje. Ja, het is erg even de mensen, maar iedereen kent mij altijd. Overal, hey Theo, hey Theo. Ja, je ziet hem altijd rondrijden met die mooie trekkers van hem. Daar word je gewoon blij van. Een mooie rondleiding door Druten en je ziet van alles wat. Dat is leuk, een retourtje, terug naar de Mert. Theo is erg geliefd onder de vaste bezoekers van de Leste Mert. En daarom was het vandaag extra speciaal om nog een keer met hem mee te mogen rijden. Ja, dit is groot nieuws. Dus ik ga zeker nog even langs om afscheid te nemen. Want hij deed het altijd leuk, het is altijd gezellig. Meestal zit het ook vol. Met hoogwater, 95 al, zijn begonnen. Ja, heel leuk in Engeland meegemaakt hoor. Overal geweest, Nijmegen, Groesbeek, Duitsland. Al mooi gezellig reis gehad. Voor volgend jaar neemt hopelijk iemand zijn treintje over. De vacature hiervoor staat nog open.